Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe video. Ik ga vandaag deze make-up look creëren voor jullie. En ben jij nou benieuwd hoe ik dat heb gedaan? Blijf dan vooral zeker even kijken. Het is een kerst make-up look. Zodat ik er geen last van heb. Want ik vind dat zo irritant als je haar dan half in je gezicht gaat. Dus dat willen we niet en we gaan gewoon gelijk beginnen met de basis. Voor de basis heb ik dit Smashbox Photo Finish Primer. Het is echt een heel fijn pompje. Daar pomp ik gewoon wat van op mijn hand. En dat smeer ik over mezelf heen. En zoals je ziet heb ik hier een paar joepels zitten van de buisten. Dus die gaan we zo even lekker wegwerken. En dan ga ik jullie gewoon even mijn tip geven hoe ik dat doe. Ja, chocola, december, je weet wel hoe dat allemaal kan. De basis zit erop en we gaan door naar het volgende en dat is de foundation. En voor de foundation gebruik ik de twee door elkaar, namelijk deze Maybelline Dream Setting Liquid Foundation. Die is wel aan de donkere kant, dus ik gebruik hier een heel klein pompje van. En dan heb ik nog een primer foundation die ik in een video van mij heb gebruikt. Die zal ik hierboven wel even linken. Maar die heb ik laten vallen toen en die heb ik dus in dit potje gedaan. Het was gewoon een dagcan. Dus die gebruik ik en dan smeer ik dat gewoon even op mijn hand en dan meng ik dat en dan breng ik aan als basis. En die blend ik uit over mijn hele hoofd. Ik had laatst ook heel veel vragen gekregen. Ik ging toen met Lisa die mukbang doen en naar de intratuin. En toen heb ik ook heel veel vragen gekregen van, goh, hoe heb jij je ogen zo opgemaakt en welke oogschaduw heb je daarvoor gebruikt? Die look ga ik ongeveer namaken in deze video, want dat vind ik wel een feestelijke look met rood, roze, goud, zilver, whatever. Allemaal leuke kleuren. Dus weet jij nou nog niet wat jij moet doen met kerst, wat je op je gezicht moet smeren? Misschien is dit een hele goede inspiratie voor jou. Nou, wanneer de basis erop zit, dan pak ik de concealer. En ik gebruik eigenlijk altijd mijn all-time favorite concealer van Catrice. Die is echt de beste ever. En dit smeer ik onder mijn ogen. En eerste lagen doe ik ook op mijn pukkels. Zoals je hoort, zei ik lagen, want ik ga op pukkels wat verschillende lagen doen. Want echt geloof mij, die joekel krijg je anders niet weg hoor. En dit blenden we ook weer uit natuurlijk. Om het allemaal nog wat meer te bedekken, deze joekels, gebruik ik dit Essence Camouflage. Ja, dit verrotte, dikke concealer. Hij is echt verrot, want die bovenkant is er al afgevallen. En het ziet er ook erg vies uit. Dus ik moet hier echt een keer wat anders van halen. Het is echt verrot. Maar in ieder geval, het werkt nog prima. Dus dat smeren we gewoon even op. En dat dep ik eigenlijk altijd met mijn middelvinger zo erop. Het is echt een dikke concealer, die gebruik ik eigenlijk anders nooit. Alleen als ik echt etna's heb op mijn hoofd. Dat is ook helemaal niet goed om dat voor te promoten. Maar met de kerst wil je geen pukkels. Dan ga je foto's maken en dan zie je van die joekels van die pukkels op je gezicht. Nou, daar wil je niet vrolijk van. Zo, en dit is dan alweer de basis. Even kijken, heb ik het allemaal wel goed uitgeblend. En dan gaan we verder met de poeder en voor gewoon afpoederen gebruik ik deze Essence All About Matte Fixing Poeder. Dat is die witte. En ik gebruik daar ook een hele fijne grote fluffy kwast van. En deze is ook super mooi rosé goudachtig. En heel veel vragen kregen waar ik deze vandaan heb. En deze is echt al een tijdje geleden te koop geweest bij H&M. Dus deze komt van H&M. En dan ga ik eigenlijk gewoon altijd over mijn kin vooral, dat druk ik even lekker alles aan. En je wil niet te veel bij die pukkel komen, want dan smeer je eigenlijk alles uit. En dit fixeer ik met mijn poeder. Anders glim je. En dat wil je alleen met highlighter en niet met zeep. Nou, wat ik eigenlijk altijd doe, dan pak ik een klein oogschaduwkastje. Daar ga ik in de poeder mee. En dan duw ik dat concealerplekje bij mijn pukkel aan. Zodat ik weet dat die echt op zijn plek blijft zitten. En heel zachtjes eroverheen. En dan is het goed geweest. Dus dan blijft die echt wel zitten. Oké, dat was de poeder. En dan gaan we verder met de Essence Bronzing Powder. Om even lekker te contouren en te doen. Je hebt wel een beetje een shape in je gezicht. En daarvoor gebruik ik dus deze van Essence. Ik heb hem echt heel weinig. Ik heb al 3 doosjes opgemaakt. En deze kwast ook van de Primark. En voor de kerst wil ik altijd alles wel net iets heftiger, zodat het lekker opvalt. Nou mag het hè jongens. Ik shape gelijk een beetje mijn neus mee.
waarom ook niet, hè? Beetje mijn kin, onderkin. Atsenflots. Zo, en nu heb je natuurlijk dikke veeg. En dan puur niet, dus blend ik het altijd nog een beetje uit. Zo. Dus dat is de contour. En nu gaan we verder met de blush. Want I love blush. Nee, ik heb nooit heel vaak blush op, maar de laatste tijd vind ik het toch wel heel mooi om je wangen wat meer aan te zetten. En ik gebruik deze blush van Sleek. Mega, mega mooi. Echt zo mooi. Dit is de Rose Hill Gold 926. En daarvoor gebruik ik mijn Real Techniek blush vast, want hij is zo mooi. En ik wil het eigenlijk hier aanzetten en dan ga ik iets naar voren. Dus ik zet het eigenlijk aan bij mijn jukbeen naar boven en dan een beetje op de appeltjes van de wangen. Niet te veel, want dan lijkt het al heel gauw dat je het warm hebt. Dus ik doe het altijd een beetje hier. Dan smeer ik het iets naar voren. Dat is de blush alweer. En dan gaan we verder naar de highlighter halen. Highlighter, I love highlighter. We gaan deze van MAC gebruiken. Soft and Gentle, mijn favoriet. Echt zo'n mooi highlighter. Word je hier echt gelukkig van. En die breng ik aan met een Real Techniek wast. Zo'n compact wasje. Die vind ik daar echt perfect voor. Want je kan precies bepalen waar jij de highlighter met deze kwast wil. Dat het een beetje op mijn neusbrug. Nou, mijn wangen die smeer ik helemaal onder. Mijn cupido boogje. Ik ga even zo'n dubfeestje maken. En wanneer je denkt, goh, ik heb wel genoeg kerstbal-effect gecreëerd, dan stop je ermee. En dan ga je het allemaal fixeren. En ik doe dat altijd pas nu, want nu heb ik de basis er eigenlijk allemaal op en kan alles gefixeerd worden. En daarvoor gebruik ik deze Fixing Spray, Make-up Fixing Spray van Essence. Ik heb ook eentje van Smashbox, die is ook mega fijn. Maar ik wil eerst even mijn oude opmaken. Dat is allemaal gefixeerd. Dan gaan we verder naar de wenkbrauw. En oh my god, ik krijg zo vaak de vraag. Floor, hoe doe jij je wenkbrauw? Want zoals je ziet, ik heb ze wel, maar het is niet heel zichtbaar. Wat ik eigenlijk doe, kan ik nu wel uitleggen. Dus ik ga even de camera iets dichterbij zetten en dan ga ik het jullie even laten zien. Goed, en voor de wenkbrauwen gebruik ik dit Catrice wenkbrauwkitje. Die eigenlijk iedereen wel kent. En ik gebruik ook altijd dit dingetje wat erin zit. Want ik vind het gewoon lekker klein, compact, stevig. Ik vind het gewoon prima. En de donkere kleur. De lichte kleur is te licht voor mij. Tenminste, dat vind ik niet bij mezelf passen. Dus ik gebruik de donkere kleur. En wat ik eigenlijk doe, is heel simpel voor mij. Ik zet hier een streep. Ja, eigenlijk moet je maar gewoon kijken. Want ik doe ook maar wat. Ja. Ik zet gewoon een streep. En die volg ik in het staartje. Of hoe je dat ook wil zeggen. Wat moeilijk om te focussen en te praten. En dan doe ik dat erboven precies hetzelfde. En dan ga ik het inkleuren, ga ik steeds meer naar binnen werken. Je moet maar gewoon even kijken en wie weet zie je dan wat doen. Want ja, ik doe maar wat. Oh my god, dit is zo niet slim. Ik zit met elk doosje in mijn highlighter doosje te prutsen. En hoe meer je naar binnen gaat, hoe zachtere strepen je eigenlijk wil creëren. Want je wil niet van die harde wenkbrauwen. Tenminste, dat vind ik niet bij mij passen. Hè? En ik zet ook strepen. En al na twee strepen pak ik alweer nieuwe. En dat is eigenlijk een beetje wat ik doe. En dat doe ik ook aan de andere kant. Dus ik begin weer met de buitenkant. Eerst het onderste streepje naar de staartje. De bovenste streep. En dan vul ik het allemaal in. En zodra ik naar binnen ga, doe ik heel lichtjes. En wil ik niet te veel strepen zetten. En dat zijn de wenkbrauwen. Oh, dit is echt zo erg. Ik weet niet of je het kan zien, maar er zit hier helemaal zo'n dikke streep in. Van al die paletjes wat ik erin duw per ongeluk. Zodra ik mijn wenkbrauwen heb gedaan, pak ik de wenkbrauwgel. Deze is van HEMA en daar ga ik even helemaal overheen. En ik kam eigenlijk alles omhoog. Hij is ook echt goor, maar ja, boeien. De wenkbrauwen, dan gaan we nu verder naar de ogen. Voor de basis gebruik ik weer dit gore paletje van de Essence. Zodat de oogschaduw nog beter pakt. En dat breng ik aan met mijn vinger. Ik heb deze gebruikt. Deze is van Ali, geloof het of niet, maar ja. Want ik wou deze kleuren testen. Goud, rood, bruin, helemaal top. Ik gebruik dit Primark Nude paletje. Echt zo budgetproof allemaal. En dit Douglas paletje, want dit zijn gewoon de perfecte kerstkleuren. Je hebt goud, paars, rood, roze, glitter, leuk. Deze pak ik erbij. En dan gaan we voor deze kleur. Dit is een heftig donker. Op het beeld ziet hij volgens mij best bruin eruit. Maar het is eigenlijk echt donkerrood. Bordeauxrood. Dus die pak ik als eerst. Pigmentatie is echt halleluja. Ik pak deze kwasten toevallig ook van Ali. Daar heb je gewoon super goedkope vele kwasten.
Dus deze, deze kwast die is niet heel fluffy, maar ook niet heel stijf. Dus die pak ik en daarmee ga ik in dat rode, tap het goed af. En hier ga ik boven mijn acariebox ga ik dit aanbrengen. En je wilt eigenlijk een soort scheve V zo creëren. En dat wil je iets boven je ogen doen. En dat doen we ook aan de andere kant. En ik vind het wel leuk om wat heftige ogen, te doen met kerst. Aangezien ik gewoon een neutraal grijs glitterpakje aan heb. Dan vind ik het wel mooi dat mijn ogen eruit springen. Nou, dan zie je dit en dan denk je, zo, ben ik niet uitgeschoten? Nee, dat ben ik niet. Next, je pakt een hele fluffy kwast. En daarmee ga ik in dit huidskleurige paletje van de Primark. En daarmee blend ik het uit. En dan ga ik gewoon letterlijk over het creatietje heen. Ik heb straks rijles. Nou, dat wordt fliek in de auto, joh. Zo, en dat is dat rode kleurtje. Dan pakken we het andere paletje. En je hoeft natuurlijk geen één van deze paletjes te hebben. Je kan gewoon elk paletje gebruiken wat jij wil. Welke kleur erop lijkt of whatever. Met andere kleuren. Doe gewoon lekker wat jij wil. We pakken het Douglas paletje. En ik pak mijn Real Techniques paars en oogschaduwkwastje. En daarmee ga ik in deze prachtige... Ja, wat is het? Paars, rood, roze, geglitterkleur. Het is echt een hele mooie kleur. Ja, die breng ik eigenlijk aan over dat van net. En iets over mijn acariebal. En ik breng iets naar binnen heen, zodat het één geheeltje wordt. Zo, en dat is deze basis. Dan gaan we alweer naar de binnenkant van je ogen. Dat hoeft allemaal niet te moeilijk. We doen het gewoon lekker makkelijk. Hiervoor pak ik een Essence kwastje volgens mij. Oh, Ethos platte oogschaduwkwast. En ga ik weer naar de Primark palet. De Shadow & Shade The Nude Edit. En hier heb je namelijk een hele mooie champagnekleurige, glitterige oogschaduw. En dat is echt perfect voor op je ooglid. Dus die gebruik ik op mijn ooglid. Oh, ik vind het zo mooi. Een kleurtje. Ik heb hem ook al zo vaak gebruikt. Dan breng je eigenlijk aan op het gedeelte waar je nog niet bent geweest en iets over dat rode heen. Zo, dan is dit het lookje. Maar we zijn nog niet klaar. Ik pak opnieuw dit oogschaduwpaletje van de Douglas met dezelfde rood, paarse, roze kleur. En dan pak ik een schuin afgesneden kwast. Die ga ik in die glitterkleur doen. En die breng ik aan onder de, bij de waterrand van mijn oog. Dus eronder. Dat is de ogenschaduw. Oh, ik heb er op. En dan is het tijd om je wimpers te krullen. Tenminste, als je dat doet. Dat hoeft natuurlijk niet, maar ik doe dat wel altijd. Dan een stap wat je niet zo snel zou doen. Maar ik laat achterkwam. En ik vond het zo schattig, dus we gaan het wel doen. Namelijk deze sparkling eyeliner van de Ethos. Het is de gouden. Daar gaan we gewoon een laagje van de, waar je eigenlijk eyeliner doet. Dan gaan we dat even opsmeren. Het geeft zo'n schattig effect. En daarmee creëer je ook nog even een kleine wing. En dan is het nu tijd voor de mascara. En ik gebruik de mascara van de Ethos. De Infinity Lash Volume Mascara. Deze is ook voor vorig jaar kerstcollectie. Maar ik moet eigenlijk heel eerlijk zeggen. Ik ben gewoon te lang om nieuw te halen. Maar ik vind hem niet zo fijn. Dus ik raad hem niet heel erg aan. Want mijn wimpers worden er nou niet super lang en vol van. Maar het gaat ermee door. Dus ik gebruik het ook wel gewoon. Zo, nou de ogen zijn klaar. En dan gaan we naar de laatste stap alweer. En dat zijn de lippen. En nou moet ik zeggen dat ik hier gewoon... Ja, gewoon lippenstift heel erg mooi bij vind. Maar ik vind lipgloss ook heel erg mooi. Dus ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Ik heb deze Ethos lippenstift. Hele mooie bruin-rode gekleurde. Santa's Helper. Die of gewoon een lipgloss? Nog helemaal niet getest deze. En dit is geen sponsor trouwens hoor. Ook als je beautyvideo's kijkt en mensen twijfelen over een lipstick. En dan gaan ze kijken of deze leuk of deze. Dan kan ik al perfect zeggen, oh nee die andere staat leuk of nee deze staat leuk. En als ik bij mezelf doe, dan denk ik, welke is leuker? Zo, dat was de look. Ik gooi mijn haar erbij los. En natuurlijk ga ik met kerst mijn haartjes krullen. Ik vind het echt een leuke look. En ik ga oprecht deze ogen ook doen met kerst. Alleen weet ik nog niet of ik de lippen zo ga doen of een lipgloss. Ik denk dat ik wel een leuk kleurtje doe, want hè, waarom ook niet. Zo, en dat was dan alweer de make-up look. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze nieuwe extra upload eigenlijk. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik wens jullie hele fijne kerstdagen en natuurlijk... Gelukkig nieuwjaar voor als ik jullie niet meer spreek. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben gehad. Hele fijne dagen allemaal.
Doei doei!